De 29-jarige Iris Kloosterman uit Leeuwarden mag zich een jaar lang Miss Tulip 2017 noemen. Het Bureau voor Toerisme Friesland-Holland vindt de sportieve en vrolijke schoenenverkoopster het meest geschikt om in te zetten voor de internationale promotie van tulpenroutes in Friesland en de Noordoostpolder. Bovendien kan zij als ervaringsdeskundige de wereld ook attenderen op het feit dat haar woonplaats in 2018 culturele hoofdstad van Europa is. Iris zou eerst bij de tulpenperken in Dokkum en omgeving worden gefotografeerd, maar langs de Friese tulpenroute was op dat moment weinig fleurigheid te bekennen. Daarom is gekozen voor de bolle velden in de Noordoostpolder.